Deze normale vuilcontainers zie je niet in het centrum van Almere. Dwight Eind van de gemeente Almere legt uit hoe het afval verwerkt wordt. De bedoeling is dat je zeg maar, als gebruiker heb je zo'n key nodig. Die hou je dan langs de scanner. En op het moment dat die open gaat, is het dus een storting. Je kan je afval erin doen. Je doet de klep dicht. Het valt naar beneden, het afval. En op een gegeven moment wordt het afgezogen. De bedoeling is dat hij helemaal vol raakt. Er moet zoveel mogelijk afval in zitten. En dan wordt hij automatisch afgezogen. Al het afval wat zeg maar, rondom het Almere Centrum wordt afgetransporteerd. Dat komt naar het centraal punt. En dat is het gebouw hier. We hebben 3 fracties. We hebben GFT, groente, fruit en tuinafval. We hebben restafval hebben we. En we hebben papieren karton. Die fracties komen allemaal via die buizen onder de grond naar het centrale punt. En dat is hier. Dat centrale punt heet de stofzuiger. Geert Prins van CentralNet is technisch beheerder op de stofzuiger. Het is een volautomatisch systeem. Maar we kunnen ook elke bak die overvol zit of verstopt, die kunnen handmatig afzuigen. Elk moment van de dag kunnen we zeggen, van, nou, die bak hebben we een extra shot nodig. Die moet even flink afzuigen. Of zoals nu het centrum leeghalen of wat laten zien. We kunnen beneden bij ons Touchstream beeldscherm kunnen we het hele systeem bedienen. Er zaten de motoren die zaten op. Dan gaat achter in het veld bij de desbetreffende bak gaat er een luchtklep open. Dus de motoren die zuigen gelijk een luchtstroom in de pijp. We hebben hier de computer beneden staan die meet de luchtstroom. Die zegt van heb ik voldoende luchtstroom? Dan gaat de klep open. Dan valt het vuil, dus valt echt in de luchtstroom. Wordt die getransporteerd in de luchtstroom. Dan hoor je het afval al binnenkomen. Het systeem zorgt ervoor dat er geen vrachtwagens nodig zijn om het vuilnis op te halen. Makkelijk dus, maar de buizen kunnen niet alles verwerken. Wel eens een bromfiets in onderdelen binnen gehad, hadden we ook een flinke verstopping. Er was echt een zadel, een stuk van een buddy zit dus. Spabord, dat kwam in onderdelen binnen en dat ging in de pijp niet goed. Die zat dus verstopt en hebben we er dus handmatig uit moeten halen. Met een zuigwagen en camera van binnen. Frituurpan, beeldschermen. Ja, de gekste dingen kom je tegen. Als je ziet hoe het afval afgetransporteerd wordt, dat gaat echt met een bloedgang, 80 km per uur. En dat komt dan in een van deze bakken. Het gaat GFT, restafval en papieren karton. Door het afval heb ik wel gebruikt. Het komt niet vaak voor, want we praten meer over grondstoffen. Hè? Het GFT gaat naar ongewild. Dan maken we weer groene stroom van, energie, compost. Dus dat wordt weer verder verwerkt. Restafval wordt wel verbrand, dat gaat naar de HVC Alkmaar. En de papieren karton gaat naar de vaat en naar midden buiten. Er wordt een nieuw papier van gemaakt. Mooi eigenlijk, afval. Dit is heel mooi, ik vind het een heel mooi systeem. Geen afval, hè? Grondstoffen. Het is allemaal grondstoffen. Ja, een paar jaar geleden hier terechtgekomen en ik vind het systeem is geweldig mooi. Er is heel veel techniek in. De software is enorm verbeterd de laatste paar jaar. We kunnen heel veel zien, heel veel detecteren. Ook informatie naar de gemeente verstrekken wat nodig is. Het is een heel mooi systeem.